Hey, wist je al dat wij er in Gent vol een bak voor Europese culturele hoofdstad van 2030 willen gaan? Daarvoor is er vorig jaar samen met de Gentse culturele en maatschappelijke actoren eerst hard gewerkt aan een rapport vol verwachtingen, ambities, uitdagingen en voorstellen. In de volgende fase krijgen de 30 van 2030 samen met een team van 6 ongelooflijk geëngageerde trekkers uit de cultuursector, waaronder ik de opdracht een overtuigend concept te ontwikkelen voor het dossier dat in 2024 wordt ingediend. Wat wordt het verhaal achter Gent 2030? Waarmee kan onze bruisende cultuurstad met zijn eigen karakter het verschil maken voor Europa? Hoe kunnen we antwoord bieden op de uitdagingen van morgen? Bij die vragen hebben we jouw hulp nodig. Tijdens 2 open fora in het kader van Gent 2030 kunnen alle Gentenaars met een hart voor cultuur over die vragen nadenken, in gesprek gaan en suggesties doen om zo het werk van de 30 te voeden. Het eerste open forum vindt plaats op woensdag 9 maart van 7 uur tot 9 uur op 4 verschillende locaties in de stad. Santo in de Porre, De Meubelfabriek, CC Meulensteden en Muziekcentrum Goed Leven. We zijn super benieuwd naar jouw visie en input over de toekomst van onze stad. Kom als toekomstdenker naar 1 van de 4 locaties en denk met ons mee. Hopelijk tot dan. Yo!